6 uur. Het NOS Radio 1 Journaal met Karin van den Booghaart. Minister Korthals wil dat de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij DCA nu eindelijk werk maakt van preventieve drugscontroles. Bob Bertina is overleden. Hij was lange tijd de Nestor van de Nederlandse filmkritiek. En Frankrijk heeft een nieuwe premier. Het is de conservatief Raffarin, een geestverwant van president Chirac. Hier is Nanette Weil. Minister Korthals van Justitie eist van de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij Dutch Caribbean Airlines dat ze preventieve drugscontroles gaat houden op vluchten tussen Willemstad en Amsterdam. Als de luchtvaartmaatschappij dat blijft weigeren, is het bedrijf medeplichtig aan drugsmokkel, zegt minister Korthals. DCA heeft vorige maand met de Antilliaanse minister Marta afgesproken dat er preventieve controles komen, maar er is nog geen begin meegemaakt. De KLM is al wel bezig met preventieve controles die een dam moeten opwerpen tegen bolletjesslikkers. De afgelopen 3 weken zijn 145 mensen aangemerkt als verdacht en zij mochten niet mee. Het hotelgedeelte van het Van der Valk-complex in Tiel mag weer open. Het gedeelte was gesloten nadat in februari een deel van het parkeerdek bij het gebouw was ingestort. Het was niet duidelijk of het hotel voldoende veilig was, maar volgens het ministerie van Vrom zijn er kort geleden maatregelen getroffen waardoor het hotelgedeelte weer in gebruik genomen kan worden. Andere delen van het complex blijven dicht, zegt onderzoeker Boekel van het ministerie. Het parkeerdek en ook het restaurantgedeelte, dat is gesloten en blijft gesloten. Wat ons betreft is het op dit moment verantwoord dat het hotelgedeelte in ieder geval weer open is. Minister Pronk heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het hotel weer open mag. Het onderzoek van zijn inspectiedienst heeft bevestigd dat het parkeerdek is ingestort als gevolg van bouwfouten. De stalen draagconstructie was niet goed. Volgens Pronk heeft Van der Valk zich niet aan de regels gehouden. Door het ontbreken van vergunningen was het hotel in Tiel zelfs jarenlang illegaal in gebruik, schrijft de minister. Maar ook de gemeente Tiel krijgt kritiek, die heeft niet genoeg toezicht gehouden. Dat is de laatste jaren wel verbeterd, maar het toezicht is nog steeds niet goed genoeg, zegt Pronk. Tiel heeft zijn ministerie beloofd binnen enkele maanden met een plan van aanpak te komen. De vroegere filmrecensent van de Volkskrant, Bob Bertina, is overleden. Bertina was lange tijd een van de invloedrijkste mensen in de Nederlandse filmwereld. Hij schreef 34 jaar lang recensies voor de Volkskrant. In het begin, toen de Volkskrant nog een duidelijk katholiek karakter had, werd hij volgens eigen zeggen gedreven door moralisme. Maar toen de krant aan het eind van de jaren 60 progressief werd, veranderde Bertina mee en juichte hij het doorbreken van taboes toe. Hij bleef bij de krant tot 1979. Bob Bertina was 87 jaar. De mensen die in de buurt van de vliegbasis Leeuwarden wonen hebben de komende weken meer last van lawaai. Door het ongeluk met een Italiaanse Starfighter, waarbij de piloot gewond raakte, is vorige week de hoofdbaan van de basis beschadigd. Daarom wordt de komende tijd alleen de korte baan gebruikt en piloten moeten daardoor vaker de naverbrander van hun toestellen gebruiken, wat extra lawaai maakt. Het ongeluk gebeurde afgelopen woensdag toen het Italiaanse toestel wilde landen op Leeuwarden. De landing ging fout en het vliegtuig schoof honderden meters over de hoofdbaan die daardoor beschadigd werd. De luchtmacht zegt dat de reparaties 2 weken gaan duren. De afgetreden Franse premier Jospin heeft zijn functie overgedragen aan zijn opvolger, de conservatieve politicus Raffarin. Jospin leed 2 weken geleden in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een nederlaag en kondigde toen aan dat hij uit de politiek zou stappen. Met het ontslag van hem en zijn kabinet komt er een eind aan jaren van gedwongen samenwerking tussen de rechtse president Chirac en de linkse regering. Chirac heeft nu een van zijn vertrouwelingen tot premier benoemd. De 53-jarige Jean-Pierre Raffarin was in de jaren 90 enige tijd minister voor het midden- en kleinbedrijf en daarna senator. Hij moet proberen een centrumrechtse coalitie te vormen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van volgende maand. De verdeeldheid in zowel de centrumrechtse als de linkse hoek bleek bij de presidentsverkiezingen gunstig voor de extreemrechtse leider Le Pen. Die wist verrassend door te dringen tot de tweede ronde. De schok was zo groot dat de linkse partijen hun aanhang opriepen om te stemmen op Chirac, die daardoor gisteren met grote meerderheid werd herkozen. Maar bij de parlementsverkiezingen kan de politieke verdeeldheid opnieuw tot succes voor Le Pen leiden. De Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi is voorzichtig optimistisch over de kans op politieke veranderingen in haar land. Ze is sinds vanochtend weer vrij om te gaan en staan waar ze wil na bijna 20 maanden huisarrest. Ook mag ze haar politieke activiteiten weer oppakken. Aung San Suu Kyi voert al 14 jaar oppositie tegen het militaire bewind in Birma en kreeg daar in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor.
De opheffing van haar huisarrest is in haar ogen nog geen doorbraak. Toch zit er wel vooruitgang in de gesprekken met de militaire machthebbers. En ze hoopt dat Birma over enkele jaren een democratie is. Ze prees verder de rol van de Verenigde Naties die in Birma proberen te bemiddelen. De Ajaxiet Andy van der Meijden maakt voor het eerst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige aanvaller is door bondscoach Advocaat uitgenodigd om mee te reizen naar Amerika voor een oefenwedstrijd op zondag 19 mei in Boston tegen WK-deelnemer de Verenigde Staten. Omdat ze geblesseerd zijn ontbreken in de selectie Van der Sar, Overmars, Pauwe, Hasselbank en Ronald de Boer. En voor het eerst sinds november 2001 zit wel weer Boudewijn Zende erbij. De komst van FC Limburg is van de baan. Sinds eind maart spraken de drie Limburgse betaald voetbalclubs Fortuna Sittard, MVV en Roda JC met elkaar over vergaande samenwerking. Maar nu hebben ze ruzie, ze beschuldigen elkaar ervan zich niet aan de afspraken te houden. De supporters van de drie clubs zullen opgelucht zijn, die hebben nooit voor één Limburgse club gevoeld. En de supporters van Roda JC waren zelfs zo fel tegen dat de bestuursleden niet zonder kogelwerend vest op een voorlichtingsbijeenkomst durfden te verschijnen. Roda JC en MVV gaan zelfstandig verder. Fortuna Sittard wil dat ook, maar kan nog geen sluitende begroting aan de KNVB laten zien. Het weer is bewolkt en er is kans op wat regen. Morgenochtend ook nog wat neerslag en later breekt de zon door. De temperatuur loopt morgen op tot 17 graden. Er staat weinig wind. De komende dagen wordt het warmer. De middagtemperatuur loopt op tot 20 graden met vooral de eerste dagen zon. Maar er blijft kans op een bui. Nanette Weil, door naar Arnoud Broekhuis. Het verkeersinformatie. Er staan nog files in de regio Amsterdam naar Amersfoort. Voor Diemen 3 kilometer op de A9 richting Diemen. Daar staat voor het knooppunt Diemen 4 kilometer. Op de ringweg Amsterdam voor de Koentunnel richting Zaandam 2. En aan de andere kant vanaf de afrit Amstelveen tot aan knooppunt Amstel 5 kilometer. In de regio Utrecht een file op de A2 naar Den Bosch voor Everdingen 3. In het zuiden van het land op de A2 richting Maastricht. Daar staat voor knooppunt De Hocht 4 kilometer. En tussen Gorinchem en Leerdam rijden nog altijd geen treinen. De oorzaak is een ongeluk. We raden u aan met de bus te gaan en de vertraging voor u is ongeveer een uur. Waanzinnige aanbiedingen van vliegtickets? Die zijn bijna nooit beschikbaar. Wel bij quickfly.com, de enige site waar je alleen beschikbare stoelen meteen kan boeken bij alle airlines. Quickfly.com, de snelste weg naar vliegtickets. Internet en mobiele communicatie smelten samen. Nu het onderscheid voor jou vervaagt, is er voor ons ook geen reden meer om onderscheid te maken. Daarom gaan Telfort, Genie Internet en vier grote Europese aanbieders van mobiele communicatie in elkaar op. Waardoor jij toegang krijgt tot een wereld vol nieuwe mogelijkheden. Kijk op www.o2.nl. See what you can do. O2. Beschikbare stoelen boeken bij alle airlines? Quickfly.com, de snelste weg naar vliegtickets. Verdient u meer dan een van 9 tot 5 mentaliteit van uw beleggingsadviseur? Uiteraard kunt u bij staalbankiers op ieder willekeurig moment uw orders plaatsen. Uniek is dat wij daar deskundig beleggingsadvies aan toevoegen. Iedere werkdag tot 10 uur 's avonds in alle rust. Heeft u het vermogen om van bank te veranderen? U bent welkom bij staalbankiers. 0800... 7822-522. Achmea staat achter staalbankiers. U kent mij niet, maar ik ben degene die uw organisatie leidt. Ik neem alle grote beslissingen. De laatste beurskracht, de internethype, dat was ik. Mijn naam is de economie. En wij kunnen het prima met elkaar vinden, zolang u maar precies doet wat ik zeg. Trotseer de economie. Blijf turbulentie de baas en maak van verandering een mentaliteit. Vergroot uw adaptief vermogen met management consulting en informatietechnologie van Capgemini Ernst & Young. Defy the economy. Heeft u het vermogen om van bank te veranderen? U bent welkom bij staalbankiers in bijvoorbeeld Amsterdam of Breda. Negen minuten over zes, u luistert naar het Radio 1 Journaal. Politieke uitspraken over meer agenten op straat, een veiligere stad. Dat is allemaal tot daaraan toe. Maar publiekelijk kritiek leveren als politicus op de hoofdcommissaris en zeggen dat hij beter zijn best moet doen, dat gaat de minister van Binnenlandse Zaken nou net te ver. Klaas de Vries, tevens kandidaat voor de PvdA bij de komende verkiezingen, is boos en dan laat het zich raden op wie. Inderdaad,
op Pim Fortuyn. Bert van Sloten, moet je hierover nou kwaad worden als je Klaas de Vries heet? Nou, ik denk het wel. Als minister van Binnenlandse Zaken ben je toch verantwoordelijk voor de politie. En dan ook natuurlijk voor de top van de politie, die hoofdcommissarissen van politie. En om eventjes precies aan te geven waar het over gaat. Pim Fortuyn had dus kritiek op de hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie, de heer Meiboom. En zegt de Vries, ja, dat werkt averechts, dergelijke kritiek. Ja, ik ben daar razend over, want als er nou één ding is wat nodig is, is dat we die hoofdcommissarissen die ongelooflijk sleuren aan de prestaties van een korps, dat we die steunen, in plaats van dat we ze in de rug aanvallen. Ik begrijp dus absoluut niet wat voor belangen bij gediend kan zijn om nu achter die hoofdcommissarissen aan te gaan zitten, die ongelooflijk hard trekken om de prestatie van een korps te verbeteren. En ik vind het gebrek aan erkenning voor de inspanningen die gedaan wordt zo demoraliserend voor de politie dat ik het echt wel prettig zou vinden als mensen daarmee ophielden. Laten we nou inderdaad die politie maar eens steunen bij het beter optreden, harder optreden, beter handhaven, minder gedogen dan we misschien in de afgelopen tientallen jaren wel eens gewend zijn geweest. En allemaal zijn we druk bezig om de veiligheid te vergroten. En als je dan in de rug wordt aangevallen, is dat natuurlijk wel een beetje lastig. Want dan moet je op meerdere fronten een gevecht gaan leveren. Dus ik zou zeggen, hou daarmee op. Klaas de Vries dus, de minister Bert, van Binnenlandse Zaken. Ik wil je... Bert? Ja, ik hoor je Ik wil wel. Je even onderbreken, want... Je hebt nieuws. Er is een ernstig nieuwsbericht, maar net wel. Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij was 2 uur te gast bij 3FM, het programma van Ruud de Wild. Toen hij daar om 6 uur vertrok, is hij voor de deur van het audiocentrum in Hilversum neergeschoten. En over zijn toestand is nog niets bekend en meer nieuws volgt. Dankjewel, Nanette Wel. Jeroen Stomphorst is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat weet jij van wat er zich heeft afgespeeld? Er is iets heel bizars gebeurd. Hij is 2 uur lang hartstikke leuk te gast geweest bij RuutdeWild.nl. Dat heb je net gehoord. Ja, op 3FM. Wij hebben uitzending daarna, 3FM Nieuws, van 6 uur tot 6:05. Gewoon leuke reportages. En opeens komt Arjan Penners, collega, binnen rennen dat hij is neergeschoten. En ja, het vreemde is, je rent naar buiten en dan is het waar. En dat is heel iets raars. En ik zie hij ligt hier nou al een minuut of 5. Ik zie hem hier liggen. Hij ligt achterover. Keurig in pak, hij is in zijn hoofd neergeschoten. Ik hoor sirenes op de achtergrond, de hulpverlening komt eraan. Sirenes komen er nu pas aan, ik heb echt het idee, waar blijven die? Hilversum ziekenhuis is toch niet ver weg. En hij ligt met zijn voeten langs de, ja, hoe moet ik dat zeggen, hij is door zijn knie heen gezakt en naar achteren gevallen, zo moet je het zien. Waar is het precies gebeurd, Jeroen? Op de parkeerplaats bij 3FM. Ja, ik heb ook geen idee wie, ik weet alleen, ik kom allemaal een overstuurd... Overstuurde medewerkers van RuutdeWild.nl, Ruud zelf, medewerkers en tranen. Ja, je weet niet, het is bizar om te zien. Het is echt heel bizar om te zien om de man, hè, waar het toch allemaal om gaat. Die ligt hier gewoon in bloed. Ik weet helemaal niet of hij het gaat overleven. En ja, nou ja, en nog steeds geen ambulance. Ik word het is gewoon bizar. Goed, Jeroen, dankjewel voor deze eerste reactie. Oké. Okay. Als wij meer weten, dan hoort hij dat uiteraard in deze editie van het Radio 1-journaal. Terug even naar Bert van Sloten. Bert, we hadden het net over Pim Fortuyn. Dit is een verschrikkelijk bizarre samenloop van omstandigheden. Ja, dit is een idiote situatie. Wat er nu natuurlijk op dit moment gebeurt. Ja, we weten natuurlijk niet hoe de toestand exact is van Pim Fortuyn. Maar één ding kan ik me wel indenken op dit moment. Is dat de verkiezingscampagnes op dit moment natuurlijk over en uit zijn. Want dit is nog nooit gebeurd in Nederland. Ja, denk jij dat? Ja, dit kan gewoon niet. Dat is niet alleen gewoon een mening. Maar dit kan natuurlijk niet op het moment dat een van de mensen in een democratisch land. Waarin we gewoon op een normale manier tot op heden altijd campagne hebben gevoerd met elkaar. Waar respect bij de andere politici ook altijd hoog in het vaandel heeft gestaan. Ook bij Pim Fortuyn overigens. Dan op het moment dat er zoiets gebeurt, gaan de verkiezingscampagnes gewoon plat. Want dit is een, hoe zeg je dat netjes op een beschaafde manier. Dit is een hele grote aanslag op de democratie. Want, zoals wij dat hier gewoon niet kennen. Hè? Wij kennen dit hier niet. Dit gebeurt, ik zou bijna zeggen, dit gebeurt in Amerika zo af en toe. En dan ook schrik je je daar werkelijk te pletten van. Maar in Nederland gebeurt dat niet. Dus dat betekent dat in ieder geval de campagnes worden platgelegd, stilgelegd heet dat. En dan is het vervolgens af te wachten en te hopen dat Fortuyn er weer bovenop komt. Wat er vervolgens ook gebeurt met de verkiezingsdag 15 mei zelf. Dat weten we nog niet. Bert, dank je voor dit moment. Floris Harm is hier zowat de deur uitgerend, want het is hier allemaal vlakbij gebeurd. Floris, waar ben jij nu?
Nou, ik sta nu bij de ingang van het Mediapark. Wat dus zeg maar de ingang is naar alle verschillende gebouwen van de omroepen. En het hek is hier gesloten. De bewaking die loopt wat paniekerig in de rondte. En ondertussen staat er een ambulance voor het hek dat nog dicht is. En dat ja, hopelijk elk moment open gaat om de gewonden te op te vangen. Hoe ziet hij eruit? De ambulance, geel. Nee, de gewonden. Ja, nee, de gewonden. Ik heb geen flauw idee. Ik bedoel, er is grote verwarring hier, want het hek was geloof ik net dicht toen ik hier aankwam. Okay. Niemand wist überhaupt dat het om Pim Fortuyn ging. Gaan we even over naar Joris van der Kerkhof, want die schijnt meer te weten, Floris. Joris, wat weet jij en waar ben jij? Het is aan de achterkant van het gebouw van 3FM. Hij zat dus in die uitzending bij Ruud de Wild. Is naar buiten komen lopen. Er is een man op hem afkomen lopen. Die heeft 3-4 keer op hem geschoten. En nu ligt hij hier op een meter of 50 van mij vandaan. Met zijn medewerker, de baas van de Speakers Academy, Albert de Boy, bij hem. En hij ligt met zijn benen onder zijn rug. En is dus een paar keer geschoten. Ik kan niet dichterbij komen dan dat ik nu ben. Dus ik weet niet waar er precies geschoten is. Waar die precies geraakt is. Maar er wordt wel gezegd dat hij in ieder geval nog in leven is. Het terrein van het mediacentrum is afgesloten. Er kunnen geen auto's meer uit. Maar het probleem is ook dat er blijkbaar ook moeilijk auto's in kunnen. En ook die ambulance dus moeite heeft om hier te komen. Ja, die daden konden blijkbaar wel in, Joris. Dat gebeurde dus allemaal wel voorafgaand aan het neerschieten. Maar goed, hij is blijkbaar ook heel snel kunnen ontkomen. Dat heb ik dus allemaal niet gezien. En er is verder geen idee van wie het heeft gedaan? Nee. De mensen die hier, toen ik hier aan de achterkant van het Radio 3 gebouw kwam, die zeiden van ja, er is 3-4 keer geschoten. Zeker weten doe ik dat niet, want ik was er niet bij. Maar hij ligt hier dus in alle stilte in zijn maatkostuum. Met zijn benen onder zijn rug. En er zit weinig beweging in. Er zijn 4 mensen die nu om hem heen staan. En als je in de verte misschien... Ik hoor de sirenes. Ja, die zal dan de show wel deze kant op komen. En bezorgde gezichten, heel veel bezorgde gezichten. Kan ik me voorstellen. Ja, maar ik had er net met Bert Versloot over. Het is natuurlijk bizar. Het is nog nooit gebeurd zoiets in Nederland. Het is absoluut bizar. Alleen is volslagen onduidelijk, dat hebben de mensen niet achtergelaten die het gedaan hebben, of de figuur die het gedaan heeft. Het is volslagen onduidelijk waarom dat dan allemaal gebeurd is. Er is geen mededeling gedaan. Goed, wij kijken of die er misschien nog komt en wat er verder allemaal nog gaat gebeuren. Eerst nog even over naar Floris Harm. Floris. Ja, de ingang hier die is dus nog steeds dicht. De ambulance die is inmiddels vertrokken. Die rijdt nu om het Mediapark heen, wat een redelijk complex is. En gaat, als het goed is, de andere ingang aan de achterkant van het centrum dus naar binnen, waar Pim Fortuyn in de buurt zou moeten zijn. Wat een gedoe. Hoe komt dat nou dat het allemaal zo merkwaardig gaat? Ja, ik heb inderdaad geen flauw idee. Er is totale verwarring onder de beveiligingsdienst. Hier overigens nog niet zo lang geleden speciaal was aangerukt na 11 september om het allemaal een beetje wat veiliger te maken hier op het Mediapark. Er is voornamelijk verwarring wat er nou precies moet gebeuren. Goed, als we meer weten dan laten wij u dat horen in deze editie van het Radio 1 Journaal. Wij gaan terug naar het nieuws van vandaag. Joris van der Kerkhof, voor de gierende sirenes in de verte. Ik zag net de ambulances hier langs scheuren. Pim Fortuyn is neergeschoten nadat hij uit de studio kwam. Nadat hij bij Ruud de Wild bij 3FM was geweest. Wat zie jij daar bij jou? Daar zie ik een grote ambulance staan en nog een politieauto daarvoor. En daarachter, we zijn nu op afstand gezet, daarachter ligt Pim Fortuyn in het bloed. Hij is 3 keer geschoten, wordt hier gezegd door mensen die in de buurt waren op het moment dat het gebeurde. In hals, borst. En hoofd. Dat liep een minuut of 5 geleden, toen ik nog dichterbij kon komen, stonden er mensen om hem heen die aan het roepen waren: Pim, 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 blijf nou, Pim, blijf luisteren, Pim, blijf bij ons, Pim. Nou ja, in opperste paniek, want het is echt waar. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar het is echt waar. Er zijn dus minimaal 3 schoten in Pim Fortuyn gelost. De man die het gedaan heeft, ervan uitgaande dat de omschrijving van de mensen die ik net sprak klopt. De man met een baseballpet die het gedaan heeft, die is weg. Maar Joris, weet jij of hij nog leeft? Nou, hij leeft dus nog wel. Toen ik 3 minuten geleden erbij weggehaald werd, toen leefde hij er nog wel. Hij bewoog nog een klein beetje in de plas bloed om hem heen. En mensen probeerden met hem in gesprek te blijven. Want zij dachten natuurlijk, als we met hem in gesprek blijven, dan weten we in ieder geval nog dat hij leeft. Hij moet, als we blijven praten, dan blijft hij ook ademen.
de ambulance die er nu is. Daar wordt hij dan zo, als het goed is, overgebracht. En dan zal hij wel hier naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis komen. Het duurt wel, het heeft wel redelijk lang geduurd voordat er ook echt mensen van de ziekenhuizen, dat die ambulance er ook echt bij kwam. Zijn vertrouweling, Albert de Boy, de directeur van de Speakers Academy, de man die hem ook opving op de dagen dat hij er helemaal doorheen zat toen hij afscheid moest nemen als lijsttrekker van Leef aan Nederland, die staat bij hem. Die was ook bij hem tijdens het gesprek met Ruud de Wild op 3FM. En die zei net nog tegen mij toen ik dichterbij kon komen, ik dacht dat het klapperspistooltjes waren. Ik kon me niet voorstellen dat het echt was. Ik dacht dat het klapperspistooltjes waren. En toen gingen we weer verder in een volgend mobiel gesprek. En ja, hij is er in alles. Ja, het lijkt wel alsof hij ook niet echt beseft dat het ook echt waar is, dat het gebeurd is. Ja, ik kan me voorstellen dat hij in een totale shock verkeert. Ja. En zoals je ook met mensen zag ten tijde van Enschede, dan zijn ze nog wel aanspreekbaar en zeggen ze ook wel dingen. Als je ze later vraagt wat je ze gevraagd hebt, weten ze dat niet meer. Maar de boy dacht dus echt dat het klapperpistooltjes waren, dat het niet echt was. En toen hij omkeek van zijn auto, waar hij al eerder naartoe was gelopen, zijn eigen auto, de auto van de boy, toen zag hij dus dat fortuin daar op de grond lag. Ja. Nou, er zijn nu 3 of 4 medewerkers van de ambulancediensten, die staan om hem heen met zakjes om waarschijnlijk extra bloed te geven. Hij ligt dus nog niet in die ambulance, maar zal dat dan zo wel in weg gevoerd worden. Ook totale paniek trouwens, niet alleen bij die mensen van de lijst Pim Fortuyn bij Albert de Boy, maar ook bij de mensen van 3FM die er omheen liepen. Die waren echt totaal verbijsterd. Uiteraard, er is natuurlijk veel publiciteit gegeven aan de komst van Pim Fortuyn naar 3FM. Dus iemand die kwaad wilde, die is gewoon hierheen gegaan om daar zijn slag te slaan. Ja, en dat is dus ook gebeurd. Daar is hij volledig in geslaagd. Pim Fortuyn, die overigens nog wel zei in die uitzending dat hij 87 wilde worden, als ik het goed heb meegekregen. Ik heb een deel van die uitzending geluisterd en toen zei hij nog, ik ga niet snel dood. Mijn familie, dat zijn allemaal mensen die lang blijven leven. En ik ga er echt vanuit dat ik oud zal worden. Ja, laten we het hopen oprecht, Joris, dat hij het redt. Want dit is natuurlijk niet de manier waarop het er hier in Nederland normaal aan toe gaat. Bert van Sloten heb ik ook aan de telefoon met een eerste reactie. Bert? Ja, want het is inderdaad een bizarre situatie. Om nog even in te haken bij wat Joris zei. Gisteren hebben we dat lijsttrekkersdebat gehad hier op Radio 1. Dat was enorm goed beveiligd, omdat je natuurlijk in je achterhoofd rekening houdt met zoiets. Maar je hoopt dat het nooit gebeurt. We hebben nu ook contact met Jan-Peter Balkenende op campagne in Brabant. Goedenavond, meneer Balkenende. Goedenavond. Ja, dit is idioot. Dit is verschrikkelijk. We zijn hier voor een beluur en ineens komt dit bericht. Het is onthutsend, het is verschrikkelijk. Wat moet er nu, het is misschien een normale vraag, maar ook weer niet normaal. Wat moet er nu gebeuren met de campagne? Ik moet zeggen dat het bericht zover is dat ik daar nog geen, op dit moment geen opvattingen over heb. Dus eerst even te werken van dit nieuws. Maar dat dit natuurlijk een geweldige druk zet op de campagne, dat spreekt voor zich. Hoe de zaak verder zal gaan, zullen we nu de komende uren verder moeten gaan bekijken. En ook de reacties van andere partijen nog afwachten. Maar je hebt ook een gemeenschappelijk belang als politieke partijen om een campagne op een waardige manier te laten verlopen. En dit is natuurlijk ongelooflijk dat dit gebeurt. Buitengewoon ernstig en voor de politiek ook gewoon slecht dat dit soort dingen gebeuren. Het is heel moeilijk om nog te bevatten. Is dat iets waar überhaupt rekening mee wordt gehouden? Heeft u er ooit rekening mee gehouden? Ik denk niet op deze manier. We hebben wel gezien dat de minister-president extra beveiliging heeft gekregen. Dat zien we ook aan de auto die hij op het ogenblik heeft. Omdat je natuurlijk wel rekening houdt met mogelijkheden van geweld en aanslagen. Ik moet zeggen, tot nu toe hebben we er zelf ook nooit rekening mee gehouden. Het is wel heel ernstig dat dit in land als Nederland kan gebeuren. Nou goed, dank u wel voor deze eerste reactie. En het is inderdaad bizar, want Nederland is altijd het land waar buitenlanders met afgunst naar kijken. Hier lopen politici nog gewoon over straat. Je kon ze aanraken. Ja, misschien is dat vandaag Pim Fortuyn vooralsnog fataal geworden. U hoorde het zojuist in het nieuwsbulletin. Pim Fortuyn is, een half uurtje geleden neergeschoten hier op het Mediapark, nadat hij de uitzending van Ruud de Wild op 3FM had verlaten. Joris van de Kerkhof, jij staat er vlakbij. Ik lees op teletext, volgens ooggetuigen lijkt het erop dat hij is overleden. Wat denk jij?
Ik weet het niet. 10 minuten geleden kon ik nog redelijk bij hem in de buurt staan. Toen de paniek was totaal en er waren weinig mensen daaromheen. Er was in ieder geval ook nog weinig beveiliging. Toen duurde het ook nog even voordat de ambulances zouden komen. Eén iemand die in de buurt was, die zei dat hij door zijn hoofd, hals en borst was geschoten. Ja, dan kun je wel nadenken hoe zwaar dan iemand gewond is. Er zijn media die al melden dat hij ook overleden is. Maar daar kan ik echt absoluut niks van zeggen. De ambulances, twee ambulances die bij hem in de buurt zijn, die zijn de medewerkers ervan, die zijn ook nog bezig. Die zijn aan de achterkant van de 3FM-studio's. En daar is dus even na zessen die meneer, zoals ik het begrepen heb, binnengekomen met een baseballpet op. En die heeft hem dus neergeschoten. In ja, de buurt, de dader. Ja. De dader. In de buurt van Pim Fortuyn liep toen zijn heil en toeverlaat Albert de Boy, de directeur van de Speakers Academy. En die zei mij van het leek alsof er een klapperpistooltje afging. De Boy liep iets voor Fortuyn. En toen hij omkeek zag hij hem dus liggen. Wat ik van Fortuyn heb gezien was een enorme plas bloed die aan de zijkant van hem lag. En hij lag op zijn knieën en met zijn rug op de grond. Als ik het goed uitleg, zijn voeten lagen dus onder zijn billen, onder zijn rug. En er waren twee mensen van hem die waren tegen hem aan het praten. Continu maar aan het praten in de hoop dat hij daardoor in leven zou blijven. Als we maar blijven praten en Pim blijft ademen, dan blijft hij ook leven. Joris, jij zei eerder ook dat het leek alsof de ambulance er zo lang over deed om hier te komen. En we hoorden hier ook al die sirenes over het terrein rondrijden, min of meer. Het hek was ook dicht. Beschrijf eens hoe het mediaterrein eruit ziet. Is het zo ingewikkeld om te komen waar je wezen moet? Nou, het is redelijk ingewikkeld om daar te komen. Ondertussen, we zijn achter bosjes geplant en er is rood-wit lint geplaatst. En de beveiliging is nu weer niet meer zo sterk dat je daar ook achter moet blijven. Maar goed, we kunnen dus iets dichterbij komen. Maar het Mediapark is ontzettend moeilijk bereikbaar. Dat is altijd al geweest en dat is nog steeds zo. Er staat 's ochtends als je hier om 9 uur binnenkomt en 's avonds als je wegrijdt, dan staat het gewoon vol met auto's. Is het aan alle kanten vol, omdat de wegen er naartoe gewoon niet goed zijn. Die lopen zo vol. En ook het Mediapark zelf, ja, als je een hek dicht doet, dan staan er dus zo 30 auto's, 40 auto's te wachten. Nou ja, daarom duurt het ook zo lang voordat die ambulance er werkelijk doorheen komt. Want als er aan twee kanten file staan, ja, dan moet je er nog doorheen zien te komen. En overigens zo nog een probleem. De ambulance rijdt trouwens van de studio, de achterkant van de studio van 3FM, nu achteruit. En dan is het voor die ambulance dus nog een probleem om dan uiteindelijk langs al die auto's weer te komen om op weg te gaan naar het ziekenhuis. Goed, tot zover even Joris van de Kerkhof. Contact met Bert van Slotenbed. Je hebt een eerste reactie van de voorzitter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. Ja, want ik heb Jeltje net in de auto gesproken. Ook was zij op weg naar een campagneactiviteit. En ja, goed, dan is de eerste vraag. Wat ging er op het moment dat u het nieuws hoorde, mevrouw van Nieuwenhoven, door u heen? Nou, even iets van de wereld, zo van onwerkelijk. Dit kan bijna niet waar zijn. Het staat zo ver van ons af natuurlijk hier in Nederland. Ja, en toch gebeurt het opeens in Nederland. Ja, nou ja, verbijsterd dus. Ja. En heel erg. Het is iets waar je bijna geen rekening mee houdt. Nee, je verwacht het in ieder geval absoluut niet. En het komt wel eens in de afgelopen jaren vaker voor dat de dreigende taal ook naar Kamerleden toe, helaas heb ik daar zelf ook enige ervaring mee. Maar je gaat er absoluut niet van uit dat dit kan gebeuren. Ik vind het echt vreselijk. Ik heb er geen woorden voor. Wat moet dat nou verder met, want we zitten midden in een verkiezingscampagne. Over 10 dagen moeten er verkiezingen zijn, 15 mei. Hoe moeten we verder? Ja, ik denk dat de partijen even met elkaar gewoon goed moeten spreken van hoe en wat. Want dit is natuurlijk zo ongewoon dat niemand hier hopelijk een pasklaar antwoord op heeft. Daar moet je echt wel even heel goed over nadenken. Maar dat het anders zal gaan en ongewoon is, dat is wel duidelijk, lijkt me. Hoe zit dat wettelijk trouwens in elkaar? Kan 15 mei uitgesteld worden? Ja, dat weet ik niet. Kijk, alles kan. Als men vindt dat iets moet of hoe dan ook, dan zullen er een heleboel dingen kunnen. De vraag is
of dat nou meteen het eerste moet zijn waar we aan moeten denken. Daar heb ik eerlijk gezegd niet over nagedacht. Nee, dat is inderdaad een vraag die erg vroeg is op dit moment. Op dit moment zijn we bezig met... Ja, daarvoor moeten we natuurlijk ook even weten. Hopelijk gaat het goed, loopt het goed af, laat ik het zo zeggen. Ja, en daar is op dit moment nog niet veel over te zeggen, behalve dat de toestand is zoals die is en dat hij in de ambulance terecht is gekomen. Ja, dat klinkt niet goed in ieder geval. Dank u wel in ieder geval voor de eerste reactie. Ja, prima. Dat was ongeveer 10 minuten geleden en toen wist zij nog niet wat ondertussen de internationale persbureaus melden. We hebben ook een reactie gevraagd al aan de leider van GroenLinks, Paul Rozemuller. Ja, enorm geschokt moet ik zeggen. Het is natuurlijk absoluut ontoelaatbaar dat zoiets gebeurd is. Erg geschrokken. Wat ons te doen staat is volgens mij twee dingen. Wat mij betreft staak je even alle campagneactiviteiten totdat er in ieder geval duidelijkheid is hoe het met de heer Fortuyn is. En twee, had ik mij voorgenomen toen ik het bericht hoorde om met de collega-lijsttrekkers contact op te nemen, hoe hierin verder te opereren, de ontwikkelingen te volgen. Ja, heeft u al collega-lijsttrekkers gesproken of nog niet? Nee, nog niet. Ik bedoel, ik hoor het nu net een kwartier geleden en ik ga nu bellen met hen en zij zullen misschien ook bellen met mij. Ja. Maar hier hoort even het menselijke aspect op de allereerste plaats te staan en politiek moet nu even gewoon van de agenda af. Ja, we zien hier iets wat nog nooit eerder in Nederland is vertoond, een aanslag op een lijsttrekker. Nee, daarom is natuurlijk de schok ongelooflijk stevig. En past het natuurlijk op geen enkele wijze. Nou, dat is Paul Rozemuller die dus een pleidooi houdt voor het uitstellen in ieder geval van de verkiezingen. En in ieder geval het stopzetten van alle campagnes. Ja, en ook daarover heerst de verbijstering begrijpelijkerwijs. Op dit moment is het zo dat als ik hier uit het raam kijk, zie dat er een traumahelikopter aan het landen is. Joris van de Kerkhof, dat klopt? Die is geland inmiddels aan de achterkant van het gebouw. En er komt aan de voorkant waarschijnlijk een dokter in een kleine ambulance binnen. En die loopt als een gek naar binnen met camera's achteraan. Maar goed, die camera's die worden dan weer tegengehouden. Het blijft speculeren natuurlijk. De traumahelikopter zou er op kunnen wijzen dat hij in ieder geval nog niet overleden is. Want anders heeft zo'n helikopter ook geen zin. En de arts die er dan nu nabij komt via de grond, die zou er dan ook voor moeten zijn om hem verder in leven te houden. Maar dat is zwaar speculeren. Geen idee wat er verder gebeurt. Het beeld van 20 minuten geleden, toen je nog heel dicht bij hem kon komen, dat beeld is er nu niet meer. Dus ik heb ook geen idee hoe hij er nu op dit moment aan toe is. Maar die helikopter is geland. En die zal snel ook weer stijgen, denk ik, met Fortuyn dan in welke situatie daar die dan in zit in die helikopter. Daar horen wij nog straks meer over. Joris van de Kerkhof, dankjewel voor nu. De verbijstering moet ook hebben toegeslagen op het hoofdkwartier van Pim Fortuyn in Rotterdam. Daar is Mark Hamer. Ja, u hoort misschien het hek achter mij dat gaat dicht. Want eigenlijk wil er niemand het woord voeren van de lijst Pim Fortuyn. Ik sta hier inderdaad in Rotterdam. In de wijk de Spaanse Polder, daar is het kantoor gevestigd van de lijst Pim Fortuyn. Toen hier een kwartiertje geleden aankwam, ja, toch moet ik wel zeggen, een oversturen portier die hier stond, die ontzettend boos was, van alles ook naar de pers toe wenste. Hij zei van het is jullie schuld, we zijn boos op jullie, jullie hebben stemmingmakerij gedaan tegen Fortuyn. Nou, deze man is nog steeds boos. Er kwam net wel iemand even van het campagneteam naar buiten, zei dat hij verder het woord niet wilde doen. Hij zei niet specifiek op wie die boos was, maar absoluut natuurlijk een verslagenheid hier, ook bij het kantoor van de lijst Pim Fortuyn. Staat nog een klein beetje open, want er zitten ook andere mensen in dat kantoor die naar buiten willen. En de rest van het campagneteam zit gewoon binnen in het kantoor. Tot zover Mark Hamer. Bert, jij wou nog even terug. Bert van Sloten. Nou ja, goed. Ik vertelde net dat Paul Rozemuller ook al had gezegd dat de campagne gestopt moet worden en dat de verkiezingen van 15 mei uitgesteld moeten worden. Daar heeft zich ondertussen de ChristenUnie bij aangesloten. Ook de ChristenUnie wil dat de campagne gestopt wordt op dit moment. En er wordt op dit moment druk getelefoneerd tussen de diverse fracties over hoe ze hierop moeten reageren. Goed, tot zover Bert van Sloten vanuit Den Haag. Zodra er meer nieuws is, ik zeg het nog maar een keer, hoort u dat in het Radio 1 Journaal. Hans Dijkstal is aan de telefoon. Bijna de lijsttrekker van de VVD. Meneer Dijkstal? Nou ja, dat lukt je misschien. Nou ja, goed, dan kijk maar even. We proberen even de verbinding te leggen. Wie hoor ik? Hallo, nee, dat kan nog niet. En hoort iemand mij? Dit is Radio 1. Er kan iets niet, dat gaan we zo meteen proberen. Hallo. We gaan dan eerst naar de stakingen in Duitsland.
Voor het eerst in 7 jaar zijn Duitse metaalarbeiders... Staking in Duitsland moeten even wachten, want Hans Dijkstal is aan de telefoon. Ja. Meneer Dijkstal, goedemiddag. Goedemiddag. Lijsttrekker van de VVD, waar bent u nu? Ik zit in Maastricht. U bent op campagne. Ja, ik ben op campagne. Ja, hoe hoorde u het nieuws van het neerschieten van Pim Fortuyn? Omdat er is een telefoontje naar mijn voorlichter gegaan van onze medewerkers in Den Haag. Met het, ja, het was een zeer verwarrend bericht dat hij neergeschoten is. En ja, ik geloof heel ernstig gewond is, of misschien nog erger dan dat. Hij is zeer ernstig gewond voor zover ja. Het er nu... hij is 3 keer geschoten in hals, ja. Buik ja. En in het hoofd ook. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat iets anders dan verbijstering over u moet zijn gekomen. Dit is eerst naar hem zelf natuurlijk toe zo in en in triest. Dus diep tragisch. Ja, en het is natuurlijk ook voor ons land, voor de samenleving, voor de democratie en een dieptepunt wat niet te beschrijven valt. Ja, Paul Rozemuller zei al, het gaat nu eerst om de mensen, niet om de politicus, niet om de politiek. Precies. Nee, precies. Het gaat om hemzelf. Heeft u enig idee wat er nu moet gebeuren? Moeten de verkiezingen bijvoorbeeld uitgesteld worden? Nou, we gaan nu eerst, we stoppen allemaal onze campagne. De anderen hebben dat ook besloten, wij doen dat ook. Dan moeten we natuurlijk eerst even onze mind opmaken. En ik sluit op dit moment niks uit, maar ik wil ook geen enkele suggestie doen over dat we de verkiezingen wel of niet moeten uitstellen. Want daar zitten ook weer allerlei consequenties aan die ik nu niet kan overzien. Dus daar moeten we maar morgen rustig over praten. Dus u breekt uw bezoek aan Maastricht ook nu ook meteen af? Ja, ik ga nu naar Weert, want daar zou ik vanavond een spreekbeurt hebben. Die is ook afgezegd en dan met onze mensen daar bespreken we. En dan gaan we naar Den Haag en dan houden we vanavond daar nog onze eigen bespreking. Ja, het is onvoorstelbaar voor Nederland, hè? Ja, dit is werkelijk zo'n absoluut dieptepunt. Hallo? Ja, ik was zelf nog even onder de indruk. Bent u zelf ook bang of ooit bang geweest? Meneer Dijkstal is nu weg, denk ik. Lijsttrekker van de VVD. En heeft natuurlijk, zoals alle andere mensen, ook met verbijstering gereageerd op dit bericht dat Pim Fortuyn hier op het Mediapark is neergeschoten. We zoeken contact met Jeroen Stomphorst van 3FM, omdat ik begrijp dat jij, Jeroen, een goed zicht hebt op wat er allemaal gebeurt. Wat zie jij? Ja, klopt. Ik sta op een kantoor hier bij 3FM en... Ja, ik zie dat de ambulancemedewerkers en de mensen van de traumahelikopter die hier zojuist is geland nog steeds bezig zijn met het reanimeren. Hij ligt aan het infuus. Het duurt nu al wel 20 minuten, een half uur. Ongelooflijk, ze blijven maar doorgaan. En blijkbaar is er nog hoop, hoewel die bij veel medewerkers hier wel een beetje vervlogen is. Ja? Ja, zij denken dat Pim Fortuyn is overleden. Nou, kijk, de dood zal nog niet vastgesteld zijn, maar het ziet er zo gruwelijk uit dat je kan je toch niet voorstellen. Veel verstand heb ik er niet van, hoor, laat ik dat eerlijk zeggen. Maar je kan je toch niet voorstellen dat hij dit nog overleeft. En aan alle kanten wordt daar gewoon wel rekening mee gehouden. Je kan het ook zien aan de houding van de politie. Die is, licht agressief, haalt echt iedereen met harde hand weg. En heeft mij niet in de gaten, omdat ik hier gewoon achter de Luxeflex sta en natuurlijk hier ook werkt. Dus ik mag hier volledig legaal zijn. Goed, dankjewel voor dit moment, Jeroen Stomphorst. Aan de telefoon is de heer Warmerdam, woordvoerder van Pim Fortuyn. Meneer Warmerdam, goedenavond. Goedenavond. Wat kunt u ons melden? Ik kan u niet meer melden, omdat er nu breedheid op de televisie wordt vermeld dat de heer Fortuyn is neergeschoten. Waarschijnlijk een 6-tal schoten hem geraakt hebben. Hij in levensgevaar is of al reeds is overleden. Die informatie heb ik niet. Waar bent u nu? Op dit moment ben ik thuis. Mijn directeur, de heer De Boy, was bij hem. En daar heb ik de informatie ongeveer een kwartier, 20 minuten geleden van vernomen. Hij was op dat moment was hij nog levend, maar het was in ieder geval zo dat hij op het punt stond waarschijnlijk om te overlijden. Of dat inmiddels is gebeurd, weet ik niet. Albert De Boy was bij hem. Op een gegeven moment zei ons verslaggever Joris van de Kerkhof, keek hij om en zag hij dat Pim Fortuyn neergeschoten werd of was neergeschoten. Is Albert De Boy ongedeerd? Dat heb ik wel begrepen, ja. Ik heb begrepen dat er naast de heer Fortuyn niemand gewond is geraakt. Heeft Albert De Boer exact aangegeven hoe het gegaan is? Nee. Maar u kunt zich voorstellen dat ik daar op dit moment niet zo ongelooflijk geïnteresseerd in ben. Het gaat mij meer om het welzijn van de heer Fortuyn. Ik vrees voor het ergste. Goed, dank u wel voor deze eerste reactie, meneer Warmerdam. Jeroen Stomphorst nog even terug. Ik durf het nog steeds niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk toch echt dat het afgelopen is. Alle verpleegkundigen en mensen, de politie, ja, iedereen staat er nu bij en kijkt ernaar. En alle apparatuur wordt opgeruimd.
Wim Fortuyn ligt nog steeds op de grond. Ik zie hem nog steeds hier liggen aan de slangen en dergelijke. Maar ik denk niet meer dat die slangen hun werk doen. Jij denkt dat alle tekenen erop wijzen dat Wim Fortuyn is overleden? Ja. Ik denk, het is gebeurd, denk ik. Ja, het is gebeurd. We gaan nog even naar Bert van Sloot in Den Haag, Bert. Ja, ik had gedacht dat ik op dit moment namelijk een gesprek zou kunnen voeren met Ad Melkert van de Partij van de Arbeid. Dat is op dit moment niet het geval. We hoorden net al van Hans Dijkstal in ieder geval dat alle campagneactiviteiten zijn gestopt. Dat de fractievoorzitters en de politieke leiders ook bij elkaar gaan komen om met elkaar te bespreken hoe nu verder. Want de grootste vraag is, behalve hoe het natuurlijk menselijk gesproken afloopt met de heer Fortuyn, van wat er moet gebeuren verder met de verkiezingen. En daarvoor ga ik die vraag zo direct stellen aan Ad Melkert. Ad Melkert, de politieke leider van de Partij van de Arbeid, die op dit moment aan de telefoon is. Goedenavond, meneer Melkert. Nee, hij is niet aan de telefoon, dus nou ja, dat houden we nog eventjes te goed, Ad Melkert. Die dus later in gesprek gaat met Hans Dijkstal en alle andere politiek leiders van de campagne. De reactie van Ad Melkert houden we nog even te goed, Bert van Sloten. Nog even terug naar Joris van de Kerkhof. Joris, we hoorden Jeroen Stomporst net zeggen, het lijkt erop, hè, doordat mensen niks meer doen, dingen worden ingepakt, dat Wim Fortuyn overleden is. Weet jij daar iets van? Ik sta niet aan de binnenkant zoals Jeroen, ik sta aan de buitenkant, achter het rood-wit geblokte lint. En wat je daar wel kunt zien is de houding inderdaad die Jeroen omschreef van de mensen die om Wim Fortuyn heen staan of stonden. Maar ja, echt conclusies eraan verbinden is van hieraf in ieder geval wel wat moeilijk. Maar zoals het 20 minuten geleden ging, dat er echt een af- en aangeren was van mensen en medici en ambulances. Ja, dat is op dit moment niet het geval. En je kunt natuurlijk ook bedenken, als iemand zwaar gewond is, dan moet hij zo snel mogelijk naar een ziekenhuis gebracht worden. En als dat allemaal niet gebeurt, nou ja, de bevestigingen moeten in ieder geval nog komen. Ja. Goed. Terug even naar Bert van Sloten, want die heeft PvdA-lijsttrekker Melkert bereikt. Ja, en ik heb ook nog een mededeling over premier Kok. Die heeft ook een verkiezingsbijeenkomst in Haarlem verlaten en is op dit moment terug op weg naar Den Haag, naar het torentje. En nu aan de lijn dus Ad Melkert. Goedenavond, meneer Melkert. Hallo. Ja, goedenavond, meneer Melkert. Ja. Wat dacht u op het moment dat u het hoorde? Ik moet zeggen, het is alsof je een enorme klap voor je kop krijgt. Dat je dus ineens iets ziet veranderen in ons land. Je denkt aan Fortuyn zelf. We hebben gisteren met hem dat debat gehad waar u zelf ook bij was. Ik heb daarna nog een heel intensief en moeilijk dubbel debat met hem gehad voor een krant. En ineens is dat zo weerzinwekkend wat er dan wordt bericht. Je kunt het nauwelijks bevatten. Heeft u er ooit met elkaar over gesproken in de politiek, ook als lijsttrekkers? Want kijk, na 11 september is er überhaupt wat veranderd in de wereld. De beveiliging kwam hier. Politici, ministers onder andere, werden meer beveiligd. Heeft u daar met elkaar wel eens over gehad? Ja, er is na 11 september is er inderdaad wel eens gesproken over veiligheid, beveiliging. Maar er zijn eigenlijk nooit aanwijzingen geweest, want die vragen zijn natuurlijk wel gesteld, dat er hier in Nederland iets van dreiging was waar je serieus rekening mee moest houden. En ik denk ook dat het heel moeilijk is om hier over oorzaken of aanleidingen te speculeren. Nee. Dan zou je natuurlijk ook veel meer moeten weten over de daden de motieven en zo. Ja, nou dat weten we niet, maar misschien hebben we nog meer nieuws over hoe het op dit moment is met Fortuyn. Nou, ik heb in ieder geval nog niet het bericht officieel, Bert, dat Wim Fortuyn daadwerkelijk overleden is. We gaan het hebben over de beveiliging van het Mediapark hier in Hilversum, waar Wim Fortuyn zojuist is neergeschoten. Fred de Vries, voorlichter van het NOB, is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Vries, hoe is dit nou mogelijk dat dit kan gebeuren met zoveel veiligheidsmensen op het terrein? Ja, het lijkt dat we hebben na 11 september inderdaad de beveiliging op het terrein verhoogd. Dat hebben we gedaan door mensen bij de ingangen te zetten. En niet meer constant alle hekken de hele dag open te hebben. En dat hebben we gedaan door de beveiliging in de gebouwen zelf te verbeteren. Door middel van pasjes, zodat niet iedereen de gebouwen in kan lopen. Meneer Vries, ik moet u even kort onderbreken, want we moeten even naar Jeroen Stomporst. Ja. Jeroen? Ja, nou, ik kan het nu echt officieel bevestigen, jongens. Wim Fortuyn is overleden. Hij
ligt hier op het Mediapark en ze hebben zojuist zijn jasje dicht gedaan, zijn das dicht. En ja, en dan komt er zo'n wit laken over iemand heen en dan is het officieel, dan is hij overleden. Ja, als ik ben nagedenken kan ik het niet bevatten, maar ja, het is echt zo. Alles wordt ingepakt, de verplegers ruimen hun spullen op. Ja, nou nogmaals, er ligt onder dat witte laken en ja... Het is gebeurd. Ja, het is gebeurd, ja. Wat moet ik er nu hierover zeggen? Niets, denk ik. Dankjewel, Johan Stomphorst, voor dit laatste moment, voor deze laatste berichtgeving. Fred de Vries heb ik aan de telefoon, voorlichter van de NOB. Heeft het gehoord, meneer de Vries? Ja. U sprak over de... Ja, u sprak over de veiligheidsmaatregelen hier op het Mediapark. Ja. Mensen moesten hun pasjes laten zien als ze binnenkwamen. Dat was het uitvloeisel van 11 september, de aanslag in Amerika. Toch heb ik het idee dat daar de laatste tijd nogal de hand mee werd gelegd. Dat je toch gewoon binnen kon rijden. Nou, wat ik u zeg, er zijn twee soorten veiligheidsmaatregelen geweest. Het ene is bij de hekken. En de andere is bij de gebouwen zelf. Waardoor je niet zo makkelijk zonder pasjes meer de gebouwen in komt. Wat ik begrepen heb, maar nogmaals, ik heb het ook gehoord, is dat het buiten de gebouwen is gebeurd. Dat betekent wel op het terrein van het Mediapark, wat inderdaad niet waterdicht is. Daar kun je dus ook blijkbaar zonder pas op. Ja, het was alleen, wel een chaotische... Alleen? In de gebouwen zelf, dat is de tweede maatregel die we hebben genomen. Dat is de tweede ring van beveiliging. Nou, er was erg veel paniek, ook bij de beveiligingsmensen natuurlijk net. Het was een enorme chaos. Toen de ambulance binnen wilde rijden, toen gingen de hekken dicht. Hoe ging dat? Dat weet ik niet. Ik kan je alleen melden dat de ambulance via de achteringang is binnengekomen. Hingen de camera's op de plek des onheils? Dat weet ik niet. Dus, daar kan ik u op dit moment niks over vertellen. Nee. Zijn er nu al extra maatregelen genomen? Er zijn nu nog geen extra maatregelen genomen, maar de hekken zijn op dit moment zowel voor als achter dicht. Dat is op dit moment wat je kunt doen. Goed, dank u voor dit moment. Fred de Vries, voorlichter van het NOB, de beheerder van het Mediapark. U luistert naar het Radio 1 Journaal, dat is bijna voorbij. Ik weet niet of we eventueel nog doorgaan, maar we wachten even op de bevestiging. Zoals Jeroen Stomphorst, die in ons programma net onofficieel gaf dat Pim Fortuyn is overleden. Hier is Nanette Wijl met het nieuws. De NOS met het nieuws. Pim Fortuyn is doodgeschoten, dat melden ooggetuigen. Het is gebeurd in Hilversum op het mediaterrein. Er was een traumahelikopter geland en er is een schouwarts onderweg. Een onbekende op het Mediapark heeft verschillende kogels op hem afgevuurd.